De ratificatie van het Minamata-verdrag is gisteren in een openbare DNA-commissievergadering besproken. Het Minamata-verdrag heeft te maken met de uitbanning van kwik. Vooral in de mijnbouwsector wordt op grote schaal kwik gebruikt, met als gevolg dat het milieu wordt vervuild. De commissie van rapporteurs onder leiding van André Misikaba is er voorstander van dat kwik geleidelijk aan wordt uitgebannen. Tijdens de bestudering van het verdrag en na zowel de deskundigen van DNA als deskundigen van het NIMOS en van het kabinet van de president en anderen gehoord te hebben, heeft de commissie van rapporteurs geconcludeerd dat de ratificatie van het verdrag, waarbij zoals gesteld het gebruik van kwik zal worden uitgebannen uiteindelijk, en de inwerkingtreding daarvan bijzonder grote impact zal hebben op de samenleving in het algemeen en de kleinschalige goudsector in het bijzonder. De vraag is dan, hoe wordt de impact gemanaged? De schattingen van het aantal personen dat direct of indirect employ heeft in de kleinschalige goudsector variëren tussen 10.000 en 30.000. Voorzitter, ik ben van oordeel dat het verdrag voldoende ruimte biedt om het gebruik van kwik gedoseerd af te bouwen. Minister Giljo Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zei op vragen van de commissie dat reeds in oktober 2017 er een nationaal actieplan is opgezet om een kwikinventarisatie te doen. Het actieplan is reeds van start gegaan in oktober 2017. En vanaf januari 2018 zijn de nationale experts bezig de kwikinventaris te doen, waarbij er vastgesteld wordt wat de kwikvoorkomens in voornamelijk het artisanal small scale mining sector werkelijk zijn. Dus het NAP is al van start in oktober 2017. Het is samengetrokken met de voorbereidingen en vanaf januari 2018 zijn dus de nationale experts bezig met de kwikinventarisatie. Hoe zullen we kunnen garanderen dat de kwik op verantwoorde wijze wordt beheerd? We zijn nu bezig met Kalotti Minthouse Suriname, omdat mevrouw de voorzitter Kalotti Minthouse Suriname de mogelijkheden heeft om kwik op verantwoorde wijze te kunnen opslaan. Minister Giljo Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen gisteren tijdens de bespreking van het Minamata-verdrag in DNA.